Welkom, u bent hier bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mijn naam is Gerrit-Jan Meerbeek. Meerbeek heeft het leukste caravanbedrijf van Nederland en dat komt omdat wij alle topmerken onder één dak presenteren in Doetinchem. De topmerken Adria, LMC, Hobby, Fendt, ze zijn allemaal hier te bekijken en te kopen. Vandaag gaan we u een caravan presenteren in verband met het 50-jarig jubileum van Fendt, de Fendt Bianco Selection 445 SFB. Deze caravan heeft een rondzittend Frans bed en een totaal vernieuwde koelkast. En een fantastisch interieur. Ik ben ervan overtuigd dat u na het zien van deze film deze caravan echt nooit meer gaat vergeten. Hij is 6,79 meter lang, 2,30 meter breed, de ideale compacte caravan bij Meerbeek. We gaan hem van binnen bekijken. Nou, hallo. Dit is de binnenkant van de caravan. We komen binnen via een verlaagde opstap. Het is erg prettig en comfortabel binnenstap in deze Fendt caravan. Please order over de hele deur. Er komen dus geen muggen en vliegen meer in de caravan. Dat is erg prettig. Aan mijn linkerzijde zie ik de rondzit. Nou, dit is een hele mooie bekledingkleur. Die is nieuw in het modeljaar 2021, genaamd Albarella. Blauw, grijs. Ryan, mag ik jou eens een vraag stellen? Natuurlijk. Heb jij wel eens gehoord van Toon Hermans? Toon Hermans, wel eens van gehoord. Dat is een hele bekende televisieartiest vroeger en die had ooit een nummer en die zong altijd Mediterranee, Mediterranee, zo blauw, zo blauw. En dat gaat zo'n fijn vakantiegevoel. En deze kleur zit er eigenlijk in. De kleur van Toon Hermans, Mediterranee. Heel mooi. Bij Fendt noemen we dit niet Mediterranee, bij Fendt noemen we dit Albarella. Albarella. Prachtig, prachtig. Ja, heel mooi, heel mooi. Nou, en wat ook mooi is aan de rondzit, is dat hij gewoon heel goed zit. Dat moet u echt even komen proberen hier in de showroom in Doetinchem. Overal stopcontact in de caravan. Je kunt dus overal handig uw telefoon of iets dergelijks opladen. Veel kastruimte ook bovenin. Ik zou er gewoon eens even eentje losmaken. Erg mooi. Overal zitten van die kasten. Bicolor noemen ze dat. Wit en die mooie houtkleur die matcht met de bekleding. En de rest van de kleuren in de caravan. En het laatste item is misschien wel hier de zeiltafel. Die hebben ze zo gebouwd dat het maar één poot is. Dus die heeft super veel beenruimte. Nou, mijn collega Gerrit-Jan heeft erg lange benen, dus voor hem is dit een perfecte caravan. Ja, maar wat mooi is om te zeggen, Ryan, geniet jij nog eens even van dat zitcomfort. Ik ben er aan zitten. Maar als je dus daar zo zit, zeg maar, dan zie je dus die koelkast. Daar gaat het eigenlijk om. Hè? Ja. Deze koelkast die is bijna groot, 140 liter. Wat belangrijk is dat dus, als je dus hier staat en je wilt wat te drinken pakken, kun je hier bijvoorbeeld een biertje of een spa rood pakken. Dat is heel makkelijk vanuit de buitenkant. Maar dat kan dus ook vanaf de binnenkant. Zo kan het ook. Dus die koelkast is aan twee zijden te openen. En dat wordt gecombineerd hier met een heel mooi tv-meubel. En hiernaast zit een kast. Kun je kiezen voor hang- of legkast, dat kan beide. Plakjes kunnen eruit, dan heb je dus een hangkast, maar het kan ook een legkast zijn. En wat zo leuk is, dat is ook nieuw. Als je op vakantie bent, denk je altijd, waar laat ik mijn jas? Ik moet mijn jas kwijt. En dat is in de modellen 2021 dus opgelost. We zullen het weer even voordoen. Er zitten namelijk twee hele, hele handige haakjes. Doe jij het eens, Ryan? Ja, ik kan hier mijn jas ophangen. Ja. En er zit daarnaast gewoon nog een haakje. Fantastisch. Je hangt dus de jassen zo op. En dan heb je dus de jasbeek kwijt. En dan kan je verder in die keuken aan de gang. De keuken die dus uitblinkt met zijn gaspitten. Er zitten altijd drie gaspitten in. Het is allemaal elektronische ontsteking. Gaat heel makkelijk. De roosters zijn hartstikke stevig. Alle ramen hebben natuurlijk combi-cassette rolo's. Er is sprake van een standaard watermeter. Natuurlijk stopcontacten standaard voorzien. En dan hier de lades. Daar is Fendt ook bekend om. Het zijn lades waar bijvoorbeeld in zit een bestekbak. En een hele zachte bovenlaag. Je kunt nooit uw handen beschadigen. Het is allemaal heel stevig. En alles gaat ook met softclose. Fendt heeft ook geen rare verrassingen bij die lades. Wat je namelijk vaak ziet, dit is een voorbeeld van de apothekerskast, dat de tweede lade ook een lade is. Dat is bij Fendt dus ook zo. Maar concurrenten doen af en toe hier een klep en dat is niet handig. Fendt doet dat niet. Fendt kiest ook in de derde laag opnieuw voor een lade. Dat is dus het optimale gebruiksgemak voor de keukenprins of prinsessin, zeg maar, om alles goed te kunnen benutten. Ook nog belangrijk om te zeggen, dat is erg belangrijk, is dit. Naast het punt van waar laat ik mijn jas,
is misschien wel de allerbelangrijkste vraag als je dus in zo'n keuken bezig bent. Waar zet ik neer mijn koffiezetapparaat? Nou, dat is bij Bevent dus hier. Hier zet je neer. Je kunt er zelfs voor kiezen om hier bijvoorbeeld het koffiezetapparaat voor de gewone koffie te benutten. En als uw echtgenote toevallig liever cappuccino heeft, is dat ook nog mogelijk. Er is een tweede stopcontact. Dus qua koffie is hier alles mogelijk. U hebt uw jas uitgedaan, de koffie staat hier te pruttelen. En u kunt lekker gaan zitten op die prachtige kussens Albarella, die blauwe kussens dus, in het fanprogramma 2021. En als je dan hier een kopje koffie drinkt, ik denk dat dan het optimale vakantiegevoel wel helemaal aanwezig is. Dat denk ik ook. En de caravan biedt nog veel meer. Hij heeft hier ook een heel groot Frans bed. Die kan ik zo omhoog doen. Wordt ondersteund door twee gasstukveren. Nou, dat is erg handig. Dat doen we zo weer dicht. Ook nog een wastafeltje hier. Met een mengkraan. Warm en koud water. Deze caravan is voorzien van een zeer speciaal boilersysteem. Deze deur open doe, kom ik bij de toiletruimte. Zelfs hier zit de combi-rolo's, verduistering, muggengaas, dat zit op alle ramen in de caravan. En ik zei net iets over een boiler. Nou, deze caravan heeft een hele speciale boiler. Die zal ik u, die zit onder een van de banken verwerkt. En dat heet een combi 4E boiler. Dat is, je kunt het dus op gas bedienen en op elektriciteit. Erg energiezuinig. Nou, laten we naar de binnenkant gaan, of de buitenkant van de caravan gaan. Ik doe mijn jas weer aan, want ik begin op jou te kijken. Highlights van de buitenpresentatie van de Fendt Bianco Selection, de nieuwe van 2021, 445 SFB. Hier aan de achterzijde ziet u een nieuwe toegepaste schriftzoek. Hier kunt u zien, dit is echt 2021. Het zijn finesses waardoor Fendt in het modellenjaar van 2021, tijdens het 50-jarig jubileum, nog meer finesse bereikt. En dat is gewoon leuk om te zien. Buitenzijde blinkt natuurlijk uit door hele mooie anthracietgrijs kleuren en dan mooie toepassingen van kleine rode details. Belangrijk is om te zeggen dat Fendt dus in het jubileumjaar een fantastisch model heeft ontwikkeld. Meerbik past dan ook nog toe de hele landelijk bekende Meerbik formule, de Meerbik Limited Edition formule. Dat betekent u krijgt nog meer goederen die u eigenlijk zoekt voor eigenlijk een kleiner bedrag te betalen. U moet denken aan de Tureluifel 6300. Die heeft een witte cassette en een grijs doek, een uitval van 2,50 meter. Fendt heeft natuurlijk gezorgd voor die combiketel die werkt op gas en op stroom. En Meerbik zorgt dan ook nog voor de hele belangrijke toepassing van de meest perfecte mover. Kun jij eens iets van die mover vertellen? Nou, die mover is echt geweldig. Die is van het merk Enduro. En die is voorzien van een accupack, lichtwicht accu's, Li-ion, de nieuwste van de nieuwste accu's. Weegt maar 3,5 kilo. De mover is voor automatisch, u hoeft niks te doen met spierkracht, alles gaat via een afspraak. En hij heeft zelfs een waterpasfunctie. Op de camping kunt u caravan via de mover helemaal waterpas zetten. Dat is wel helemaal geweldig. Nou. Die waterpasfunctie is natuurlijk testbaar, die kun je gewoon zien op je afstandsbediening. Er zijn lampjes toegepast, dan kun je precies zien dat je waterpas staat. Maar er is een tweede mogelijkheid om dat te testen. Als u namelijk aan het koffiedrinken bent, wat ik net voor heb gedaan, en u hebt uw kopje koffie staan, dan ziet u precies aan de koffie die erin zit of die caravan waterpas is. Dus zo kan het ook nog. Maar zo kan het ook. Dat is pas na het koffie zetten. Die afstandsbediening heeft het altijd standaard. U kijkt en u kijkt naar de lampjes en u weet dat uw waterpas staat. 6,79 meter lang. Dat is dus de lengte van deze caravan. En aan de voorzijde zien wij nog een hele belangrijke toepassing. De Nederlandse kampeerder is gek op fietsen. En dat is tegenwoordig eigenlijk altijd een elektrische fiets. Dus er moet een stevig fietsrek toegepast worden. Wij passen steeds meer toe, de Enduro 260, leverbaar in zwart en we kunnen hem ook leveren in heel elegant grijs. Het voordeel van dit fietsrek is, als de fietsen er dus op staan, kan de disselkast ook open. Ryan, doe hem zo open. Nou, als ik de disselkast open doe, zie ik een zee van allemaal mooie dingen. Aluminium anti-slipbodem, kunt u spullen opnemen tijdens het rijden, verschuift niet. Plek voor twee gasflessen, gasslang. Drukregelaar, slinger om poten uit te draaien en ook nog standaard voorzien een afvalwatertank. Nou, dat was de disselkast. Maar mooi. Die fietsen draaien, wil ik zo nog even op verder vertellen. U ziet dus als die disselkast weer dicht gaat, doen we ze dicht. Dat dus als die fietsen erop staan, dat gewoon kan. Tot dusver hebben we heel vaak fietsenrekken verkocht. Dan moesten eigenlijk eerst de fietsen afgebouwd worden om de disselkast open te kunnen doen. Dat hoeft dus nu niet meer. Die fietsen blijven staan. Disselkast zit dicht en we schuiven het rek toe. Dat is gewoon een fantastische oplossing.
die wij dus in 2021 heel veel aanbieden aan klanten. En ik moet zeggen, bijna alle klanten die dit gezien hebben, die vergeten dat ook niet meer. Die bestellen dit gewoon. En wij doen dus ook nog monteren met behoud van disselafdekkingplaat. We hebben daar passtukken voor, dat er heel mooi opgezet wordt. Dus die fietsendrager zit er gewoon perfect op en ook de plaat blijft behouden. Super compleet, zoals te horen. En nu de prijs van deze prachtige caravan. Helemaal compleet. Die kost €31.134. Maar wij bij Meerbeek hebben in grote getalen ingekocht. En bieden op dit moment deze caravan aan voor €28.495. Met een korting van €2.639. U hoort het goed. Super hoge korting. Nou, ik zou zeggen, kom hem bekijken bij ons in de showroom. Hier staat het, dit is de nummer 1 van Europa. U bent welkom. Wij van Meerbeek hopen dat u heeft genoten van deze productpresentatie. Bent u de volgende die wij blij gaan maken met de nieuwe caravan of camper? Kom bij ons langs en we wensen u een fijne vakantie.